het is Jubel Prettige Ket samen met... Kijk. The Little Boss Devin. The Big Boss. En vandaag gaan wij reageren op onze beste faals eigenlijk van... 2018, 2019. Ja, dus eigenlijk alle bloopers van alle vlogs die we tot nu toe hebben gemaakt. En ik heb jullie gevraagd om al dingen naar mij toe te sturen. Dus hebben jullie helemaal gelukt? Nou ja, dat hebben jullie wel gedaan. Ik denk dat we heel veel vette dingen hebben. Ik denk niet dat we alle films erin kunnen doen, omdat er zoveel zijn. Er zijn er best ja, wel veel. Ja, maar laten we beginnen met de eerste categorie. Als je met andere mensen traint, luister dan ook naar hun advies. Als iemand zegt, nou, die trek is misschien te gevaarlijk of je haalt hem niet, doe hem dan ook niet. Meestal heeft diegene wel gelijk. Sommigen van ons hebben daar lak aan. En vandaar ook de eerste categorie, eigenwijs is ook wijs. Hij mag van mij geen dubbelfront eroverheen maken. Ja, dit was wel een gouden. Dit is wel typisch, hè? Gewoon niet luisteren ook, hè? Nee. Ik snap nog steeds niet hoe je dit voor elkaar hebt. Je hoort... Ja, ik vind het grappig. Oh, nee. Maar je wilde dubbel doen, hè? Ja. Ik wou dubbel doen, dat deed ik ook. Ja, alleen ik deed iets meer dan dubbel. Ja. Ik snap nog steeds niet hoe je dat hebt gedaan. Ja, dit was echt een mooie. Is knap. En ik zei het nog, doe nou niet. Ja, toch doen. Ja, heel veel steden. Dat is niet diep, dat is niet diep genoeg. Ik weet hoe diep het is, maar loop! Ik weet niet welke precies dit. Ik weet hem al. Ik was er niet bij, maar toen ik dit in de edit zag, toen ging ik helemaal stuk. Het water kwam zeg maar tot mijn knieën. Ja. En toen dook ik. Kennen jullie deze verhaal? Ja, die ken ik nog wel. Ja. Ja. Eén van de beste. Jij zegt ook tegen Rens, nou, dan doe je iets wat ik niet zou doen. En daar heb ik respect voor je, dan doe je iets wat ik niet zou doen. Ja, hij had echt pijn, zijn lucht was recht uit. Ja. Kun je ook horen. Was in één keer boven. Oh. Oh. Daar gaat hij. Ik zie zijn rondje. Mijn favoriete film is natuurlijk de dubbelback op het gras. Hier is die. Oh. In een airbag kun je soms net iets meer experimenteren als op een normale trampoline. Nou zijn er ook mensen die hun grenzen in de airbag niet helemaal kennen. Nou voel ik mezelf lichtelijk aangesproken. De volgende categorie, op je airbag. Op je airbag. Op je airbag. Ja, die is voor Brett denk ik. Ja, dat denk ik ook ja. Ik ben op 90% Brett. Oh. Nou, dat was al één van Brett. Oh. Twee Brett. Dit was de Brett flip. Ja, het is maar goed dat de foampiet er is gekomen voor Brett. Oh, nog een keer Brett. Ja. Dit was echt de meest stomme. Oh. Ja. Ik dacht, ja, ik doe dubbel gamer. Ja, de fout gedacht. Dat ben jij, hè? Dat was best wel een oude. Ja, dat is echt al oude. Mijn favoriete fail is toch wel waar eigenlijk alle video's mee zijn gestart. Mijn favoriete fail is dat Jelle een vuilniszak in de container wil gooien. Maar net naast de container belandt en uiteindelijk valt alles uit de zak. Dat is echt vlog nummer 1. Soms doen mensen dingen waarvan je achteraf denkt, daar is niet goed over nagedacht. Dus daarom de volgende categorie. Daar is niet zo goed over nagedacht. Daar is niet goed over nagedacht. Dit gaat over Devin. Ja, je kijkt gelijk maar aan. Oh? Ja. Wat wilde jij nou doen? Hij wou mij duwen bij mijn borst en dan backflip maken. Dat is eigenlijk flips like seeing, alleen... Ik duw iets hard. Met schroef meer. Bij deze. Ja. Nee, wat doe ik met de kleur? Hij maar. Zei, ik wil Superman doen. Ja, dat zei Kevin. Ja. Niet echt gelukt. Deze is echt zo stom. Die is ook al lang geleden. Die is echt lang geleden. Dit is... Oh ja, Reds. Ja, maar... Oh, dat wasted. Ja. Ja, hij had het geluk gehad nog. Ja. Ja, wat ik hier wou doen, geen flauw idee. Ja, wilde hij hem landen? Oh. Ik weet het niet. Is niet echt gelukt.
Deze is zo. Wist je dat ik echt zo erg schrok toen? Ik dacht dat je met je kop op die trampoline zou landen. Ik dacht die echt even dat je dood zou gaan. Ja, let op, let op. Hij was wel goed. Ja, deze is echt heavy. Het is maar goed dat ze dat blok loslieten, want dat was heel maar ik schokte ook met de camera, omdat ik zo schrok. Ja? Mijn favoriete film is misschien wel niet de meest leuke film, maar hoe een film een eigen naam krijgt bij ons bij Crossiums, is zo wel bijzonder. Dus de Brett flip, dat Brett op zijn nek gaat in de airbag, is bij mij de leukste film. Dus hier heb je de Brett flip. Op je rug landen op een trampoline kan geen kwaad. Sterker nog, wij corrigeren heel vaak ook naar ons rug. Maar op andere ondergronden lijkt me dat niet zo'n goed idee. Daarom, volgende categorie. Plat op je rug. Plat op je rug. Hier gaat die forensie in moeten. Oh, ben ik niet. Nou, de rest van de drie, jij doet gewoon heel laag. Stom idee. Ja. Hier schrok ik. Kijk, ding op de achtergrond. Hier schrok ik echt. Hier dacht ik echt, je hebt je eigen zwaar geblesseerd. Veel gelukkig mee. Die was echt bruut hard. Jammer. Het was wel een heel leuk park. Dat was echt mooi. Het was een leuke trip daar. Jelle. Heerlijk. Hoor die schreeuw. Ja, mijn benen. Maar die hebben we nooit in de blok gedaan, hè? Omdat het eigenlijk niet mag van die brug afspringen. Nee. Bank. Het is de bedoeling dat je moet rollen, hè? Nee, oefen je rollen, jongens, dat is belangrijk. Deze ja, hij is ook legendarisch. Toch missen we Jelle wel met dit soort dingen. Oh, ja. Ja, we schreeuwen dat idee. Ja, inderdaad. En boos op zichzelf. Boos op zichzelf. Ben je op tuk te houden? Zo. Fuck. Oh ja. Ja, het is jammer dat je dit niet goed ziet. Oh, maar je viel zo hard op je rug. Kijk, heel die rug. Ik schaafde helemaal door over het beton. Ah, valt mee. Ja? Ja, valt mee. Wij filmen niet 24/7 met de vlogcamera. Maar gelukkig, we leven in 2019. Dus we hebben allemaal een mobiele telefoon. Daarom, de volgende categorie. Snapchat. Snapchat. Maar dan ben ik wel benieuwd. Nee, dat is veel voor mij zijn. Ik denk al wel dat ik weet wat erbij zit. Hij had hier ook echt gewoon geen schijn van kans. Nee, gewoon niks. Wel was hij wel zo dom. Pim heeft wel meer van die stom. Ja, inderdaad. Dat was ook in Duitsland. Terug naar Duitsland. Dit is echt al een hele oude. Ja, blijft wel goed. Ja, blijft heel goed. Ja, maar deze is echt super oud. Ja. Dat is echt lang geleden. Ja, zo zie je dat we op heel veel dingen al geweest zijn. Ja, dat is wel komisch om terug te zien. Maar die aanhang was serieus glad, hoor. Ja, dat ja, nog jij met je broek. Oh, is met mijn broek. Mama boos. Ja, ik heb hem nou aan. Oh. Kijk die aanloop. Ja. Kijk die aanloop. Wat een aanloop. Wordt ook gezegd, hè? Dat dubbel bek. Wordt ook gezegd. Welke aanloop? Aanloopje. Welke aanloop? Toen ik deze, want jij stuurde mij een map met allemaal beelden en toen ik deze zag, toen ging ik echt stuk. Het was niet de hardste, maar ik vond deze ook echt grappig. Kan er ook echt zoiets voor gebeuren? Richard. Oh ja, die heb ik ook gezien, ja. Bam. Ries, wat doe je nou? Deze vond ik eng. Deze is echt... Lekker. Ja. Hij lag, hè? Ja. Had je hier toen last van? Ik draaide hem net naar mijn schouder. Ja, ik heb hem in slow motion gehad. Deze ziet er echt nasty uit. Ja. Die had maar heel vaak terug. Ja. In onze sport werk je vaak maandenlang naar een trick toe. En dan kom je op het punt dat je er bijna bent. Bijna. Bijna. Ja, bijna. Dat doe ik niet. Oh, ja, deze. Ja, deze is ook mooi. Dat was die redding van Devin. Ja, ik vond Devin echt heel lief. Dat was wel een trein, maar ik ben heel lief. Engeland. Huppakee, met z'n hoofd tussen. Deze is onze prospect. Robert. Maar dit is echt al denk ik 4,5 jaar geleden of zo. Die twee. Kijk. Wat was dat nou, man? Jammer dat deze niet helemaal op staat. Dat was echt... Helemaal cowboy. Deze is ook legendarisch. Ja. Bam. Poet.
Mijn favoriete film, en ik denk Jochens minst favoriete film, is natuurlijk de film met de foampit. Jochen die had net een mooie nieuwe laag foam neergelegd en ik dacht, oh, die ga ik even testen. Ik dacht, toe leuk trucje, maar dat ging niet zo goed. Dus kijk hier maar even hoe het niet zo goed ging. Dus nu hebben we een harde foamlaag en een zachte foamlaag. En dan de blokken. Oh, 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 dat is prima. Maar niet thuis checken, hè. Dat... Nee, joh, dat is een prima dingetje. Als je bij crossjumps komt springen, doe dit niet na. Doe dit niet na. Doe dit niet na. Wat ga je doen? Oh, guy. Echt, waarom? Waarom sloop jij alles met jouw voeten? Sorry! En de allerlaatste categorie, van je vrienden moet je het hebben. Van je vrienden moet je het hebben? Nou, nou ben ik benieuwd. Hup! Ik vind dat toch nog steeds een superleuke vlog. Ja, ik vind dat was echt leuk. Ja. Nee, ik heb hier ook in mijn steek. Had jij grips op? Nee. Nee. Waarom moet je grips op? Grips is belangrijk. Oh, dat was echt niet lekker, jongen. Ik kwam het letterlijk zo, weet je zo, hè? Ja, weet je wat hier gebeurde? Nee, ik weet hem. Ik weet het ook. Weet je wat hij toen was? Jij wilde ons pijn doen, maar je deed jezelf zeer met die nippeltwist. Kijk dit. Wat deed ik dan precies? Maar je kent hoe aan de backflip, jongen. Ja, nee, hij is niet als gefocust en lekker hard knijpen. Komt ie. Hup! Het ging niet op je gezicht. Met mijn neus over de trampoline geschaafd, of over de eitrek geschaafd. Got it. Was dit hem helemaal al? Dit was hem helemaal. Oh no! Nou, van die wegmisbruikers, die vind ik echt geweldig. Wegmisbruikers? Ja, ja, joh. Die Brabander. Ja. Wel even lachen, Devin. Ja, voor de schoolfoto. Ja. Hey, wat moest ik nou zeggen? Hey. Moet je opnieuw? Jongen, jullie claimen maar van top tot teen uit. Ik heb al geen geld. Ga anders even lekker iemand anders pesten, joh, kwal. Hey, 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 anders wordt het een lange nacht voor jou. En dan kost het jullie geld. Dan krijg ik onderdak gevreten voor niks. Die zijn goed. Hey, ik heb mijn bus voor nodig. Ja, ik denk dat meneer een aanmerking komt voor de kus die ik al aan gehad. Ja, dan komt hij nog een keer. Mijn rijbewijs ligt bij jullie, die is ongeldig, ja? Maar ik moet toch vreten en mijn vreten, daar heb ik mijn bus voor nodig.